Zo, daar ben ik weer. Vandaag doen we de uitgebreide review van de Elephone P7000. Dit toestel heb ik nu al een paar weken in gebruik. Ik heb al een unboxing gedaan en vandaag doen we de uitgebreide review. Aantal weken in gebruik, goed gebruikt. Elke dag wel bezig geweest met navigatie. Omdat ik veel voor mijn werk moet naar verschillende adressen rijden, heb ik heel veel navigatie nodig. En dat heb ik van deze P7000 dus gebruikt. Ik moet eerlijk zeggen, qua accu en GPS functie zit het wel goed. Het is niet helemaal super, maar hij heeft mij wel doen verbazen. Nou, zijn er genoeg negatieve berichten over de P7000. Ik moet eerlijk zeggen dat ik echt niet zoveel negatieve ervaringen heb gehad met dit toestel. Zoals jullie kunnen zien is mijn scherm kapot. Dat is mijn eigen schuld geweest. Niet dat hij vanzelf is stuk gegaan. Ik heb hem gewoon laten vallen tegen een ijzeren balk. Nou ja, daar kon hij niet zo goed tegen. En hij heeft het begeven. Maar het scherm werkt nog prima. Daar is niks mis mee. Werkt gewoon. Hij is ook gewoon netjes helder. En gaat gewoon alles vlot. Dus daar is gelukkig niks mis mee. Ik kon hem gewoon elke dag gebruiken. Zoals jullie weten is de P7000 in het bezit van 3 gig werkgeheugen, 16 gig ROM. En het is een 5,5 inch scherm Full HD. De accu, een super accu mag ik wel zeggen. 3450 mAh. Je kan hem verwisselen. De camera 13 megapixel. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb wel een paar foto's gemaakt, maar ik moet eerlijk zeggen, de foto's zijn niet zo denderend. Ik zal dat eerlijk toegeven. Foto's maken, dat is niet zo best. Het zijn mooie foto's, maar er zit net wat te veel blauw in. Dus het kan beter. Dus voor de rest, ja, doet hij het aardig, maar het is geen Samsung camera, kan ik je vertellen. De GPS functie, zoals ik al zei, geen probleem. Ik zit nu binnen. Even kijken wat hij kan vinden. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik gebruikte deze P7000 naast mijn IMAX, de Yumi IMAX. En de P7000 die had sowieso altijd veel sneller GPS lock. Het was altijd gewoon makkelijker in het gebruik. Hij was niet perfect. Ik moet zeggen dat hier soms wel een paar straten of één straat naast de straat reed. Of dacht dat ik reed dan dat ik daadwerkelijk reed. Jullie kunnen zien 20 in view, 11 in use. Dus dat gaat wel goed. Alleen tijdens het rijden wil hij nog wel eens verspringen naar een verkeerde straat. En dan moet hij zichzelf weer vinden. Dat is als je elke dag, de hele dag bezig bent met navigatie, niet zo fijn. Maar als je het één enkele keer de navigatie gebruikt, dan is er niks aan de hand. Daar kan je de P7000 makkelijk voor gebruiken. Ik heb hem ook natuurlijk getest op gaming. De benchmarking heb ik gedaan tegen de UMAX, de Yumi IMAX. Dat hebben jullie al kunnen zien in een eerdere filmpje. Ik heb gaming gedaan. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf niet zo aan het gamen geweest met dit toestel. Hij is wel leuk. Hij kan alles vlot aan. Dus het gaat lekker snel. Het enige wat mij eigenlijk verbaast is dat dit toestel best wel zwaar is. Ik zal jullie zo laten zien hoeveel hij eigenlijk weegt. Het is best een massieve toestel. Hij ligt wel goed in de handen, maar hij is best wel zwaar. Dus dat kan ik jullie wel al meegeven. De negatieve berichten van dit toestel over het dat hij slecht gebouwd is, dat heb ik zelf eigenlijk niet meegemaakt. Het toestel is echt goed gebouwd. Geen vreemde kraakjes. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook een Mi Note. En deze kraakt meer of sneller dan dit stevige model hier. Hij is aardig wat aan gewicht. Ik zal het even gelijk laten zien. Hup.
Zo, aan het haakje, 180 gram. Er zit alleen de accu in en mijn simkaart. Nou, dat weegt niet zoveel. Ter vergelijking, de Xiaomi Note. Die is 184 gram. En dan hebben we nog de Yumi IMAX. Die weegt 151 gram. Zonder, nee, er zit een simkaart in en een micro SD. Nou ja, dat weegt niet zoveel. Alle toestellen hebben een 5,5 inch scherm, zover ik het weet. Ja, deze heeft ook een 5,5 inch scherm. Dus qua gewicht aan de zware kant 30 gram meer dan de Yumi IMAX. En dan gaan we nu even kijken of we een spelletje erop kunnen krijgen. Ach, die heb ik toch al geïnstalleerd. Nou, dat gaat dus niet zo fijn. Hup, kom op, kom op, kom op. Mijn games, geen games gevonden. Nou, we gaan het nog een keer proberen. En daar gaat hij. Het scherm is wel helder. Dat heeft de update heeft dat wel goed in orde gemaakt. Hij was eerst een stuk... stuk minder fel. Nou, daar gaat hij. Dus hij kan aardig mee, zoals jullie zien. Dus dat gaat goed. Hij houdt hem lekker bij. Oh, deze kant op. Zo. Nou, dat is die ook nog. Oh, jammer. Nou, zoals jullie zien kan hij aardig mee. Dan gaan we even een ander spelletje proberen. De Real Racing. Zal ik je ook even laten zien dat die Real Racing ook goed kan bijhouden. En qua prijs, kwaliteit moet ik zeggen dat ik wel tevreden ben over dit apparaat. Ik heb er betaald $159 in de flash sale. Dus ik heb niet de 200 zoveel betaald. En voor de $159 ben ik toch wel tevreden over dit apparaatje. Dus dat is voor mij eigenlijk ja, geen slechte investering geweest. Het is jammer dat mijn scherm is kapot gegaan, maar goed, dat kan gebeuren. Nou, dan gaan we even kijken of we een race kunnen doen. Hup, hup. Zo. Tik om door te gaan. Nou, tikken we ook weer om door te gaan. En daar gaat hij. Nou, met die beginnen we. Bevestig. Hup. Race. Nou, hopen dat die begint. Volle helderheid, zoals jullie kunnen zien. Doorspelen. En daar gaan we dan. Nou, niet kijken naar mijn rijstijl, want achter de camera is het een stuk moeilijker dan men denkt. Hup. De GPU, de Mali T760, doet aardig goed zijn werk. En de 3G geheugen, dat helpt de T7000 ook goed. De MediaTek processor die erin zit, 6752 zo uit het hoofd, die kan aardig mee. Het is geen slechte processor. Wat mij wel opgevallen is bij zwaar navigeren of gamen zoals nu, wordt de achterkant warm. Nou hebben heel veel toestellen daar last van.
Dus ook deze P7000. Mijn Galaxy S6 Edge, die heeft er ook last van. En mijn Galaxy S Note 4 heeft hier ook last van. Nou, zoals jullie zien is hij daar aardig mee gegaan. In dit plekje hier wordt hij zeg maar een beetje warm. En vooral als ik een aantal adressen heb genavigeerd met het toestel, dan wordt hij aardig heet. Nou hebben we natuurlijk ook een paar negatieve punten. Die heb ik zelf ook over dit toestel. Ik ben er wel tevreden mee. De negatieve punten voor dit toestel vind ik in dit geval de 13 megapixel camera. Daar ben ik niet zo tevreden over. Het is ja, typisch Chinees, moet ik eerlijk zeggen. Gewicht 180 gram. Zwaar. De bezel waar veel mensen over klagen. En dat kunnen jullie hier zien. Het is tot hier. Dus er zit wel een extra randje aan. Je denkt je hebt zeg maar een groot scherm. Maar ja, er zit nog een stuk heel wat zwart erop. Dat is minder leuk. Dan hebben we de luidspreker. Dat is ook een minpunt. Dit is geen luidspreker, dit is voor de zier. Dit is de luidspreker. En hier komt ook dus het geluid uit. En dat kunnen we dus, laten we zeggen, als we de YouTube aanmaken. Nou, dan eens even kijken of we deze kunnen. En dan kunnen jullie dat... Nou. Dus, dat is de speaker. En de speaker die is echt niet denderend. Is net aan, kan ik jullie zeggen. Nou, luister maar op zijn hardst. Komt niet zoveel uit. Even iets anders, even kijken of ik hem... Nog één. Nou, dit is best wel cool, hè, maatje? Nieuwe Netflix original serie. Dus jullie hebben het kunnen horen. Het scherm zelf is wel mooi. Het is een goed scherm. Kleuren zijn wel accuraat. Dus dat is wel mooi om te zien. In het scherm zien jullie het niet zo goed, maar het ziet er netjes uit. Nog één nadeel en dat is MediaTek gebaseerd. Het is Hotnot. Ik heb het zelf nog niet werkend gekregen, de Hotnot. Ik heb ook niet echt een toestel met Hotnot. Volgens mij de Yumi IMAX heeft wel iets van Hotnot, geloof ik, of juist niet. Dat was het vervelende ervan. Hotnot zit niet op de IMAX, maar wel op de... Op de Yumi IMAX. En Hotnot is alleen maar te gebruiken met MediaTek apparaten, zover ik dat weet. Dus dat is wel een beetje jammer dat het niet in de P7000 zit. Had ik wel verwacht, maar het zit er niet in. De hotspot functie van de P7000 werkt super. 4G verbinding bijna overal waar ik kom. En ik kom in best wel veel plekken. Dus dat heeft hij goed volgehouden. De schermkaarsen naar een Samsung TV bijvoorbeeld werkte ook goed. Dat heb ik ook getest. Dat werkte netjes. De over-the-air OTA updates die zijn toch wel een paar keer binnengekomen. De laatste zit erop. 2015-06-17. Ik ben aan het wachten op een nieuwe update. Mocht die Elephone dat uit gaan brengen. We kunnen even kijken of hij iets gaat doen. En ja, er waren wat berichten over dat Elephone weinig updates zou uitbrengen of bijna niks zou doen aan updates. Nou ja, ik ben toch best wel tevreden erover dat ze iets hebben gedaan ermee. Ik heb wel andere toestellen waar er helemaal geen updates vooruit zijn gekomen. Niks aan updates. Hij geeft aan dat de server eruit ligt, dus er is niks te melden. Dan wou ik het nog even hebben over... De super accu. En die is toch echt heel heel erg goed. Het is een 3450 mAh accu. En
Deze accu heeft mij heel goed geholpen door de dag heen. Elke dag weer. 'S morgens uit de accu. Of uit de lader om een uurtje of 8. En 's avonds of 's middags als ik thuis kwam om 5 uur had ik nog steeds 60 tot 70% over. Op één charge. En dat doet deze Elephone P7000 heel erg goed. De andere gimmicks heb ik eigenlijk niet zoveel gebruikt. Fingerprint ID werkt goed. Maar het is een gimmick. Je gebruikt het misschien een paar dagen. En dan doe je hem uit omdat het makkelijker is om op het knopje te drukken en te swipen. De andere functies zijn ook leuk in het apparaat. Zoals de gestures. Die zitten ook erin. Het is leuk om te laten zien aan de mensen. Maar meer doe je er ook niet mee. Ik zal dat hier even laten zien. De double tap zit erop, swipe up, launch camera en je kan zo ook zelf de lettertjes gaan schrijven om een app of wat dan ook te starten. Dat is wel leuk van dit, een leuke gimmick, laat me het zo zeggen. Voor de rest in de weken dat ik deze P7000 gebruikt heb, ja, zoals ik al zei, ben ik erg positief over dit toestel. Het is een goed toestel. En als je hem in de flash sale hebt gehaald, dan heb je een goede deal gehad. Ik weet niet of het aan mij lag, maar of ik juist echt een heel goed model heb gehad of zo. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Ik heb echt weinig negatieve ervaring ermee gehad. Het scherm is goed. Jammer van de bezels. Nou ja, de front-facing camera, nou ja, die heb ik niet eens gebruikt. Het zou wel. Ik vond dat allemaal niet zo interessant. Tot nu toe ben ik tevreden over het apparaat. Ja, nog één ding. Een negatieve punt. Hij is een beetje glad in de handen. Dus hij glijdt heel snel weg. En dat is een beetje jammer. Voor de rest een prima toestel voor $159. En een beetje. Dus degene die hem gekocht hebben. Nou, ik denk dat, dat ze er toch wel veel plezier van hebben gehad. Net zoals ik. Voor mij ga ik weer verder met mijn volgende toestel. De Yumi IMAX. Die ik ook elke dag nu gebruik. De uitgebreide review die komt ook nog over dit toestel. Ook een heel goed toestel. En dit was mijn uitgebreide review over de Elephone P7000. Tot de volgende keer.